Een twintigtal bezitters van oude auto's was op het idee gekomen om op de eerste zondag na de opening een ritje te maken door de Velsertunnel. Ze waren daartoe al vrij vroeg op stap gegaan en konden ongehinderd passeren. In de namiddag zouden ze onherroepelijk zijn vastgelopen, omdat bijna 40.000 bezitters van nieuwe auto's op hetzelfde idee waren gekomen. Het resultaat was een complete chaos. Op de aanvoerwegen, die op zo'n drukte niet berekend zijn, liep het verkeer volkomen vast. Velsen was uitgelopen om het allemaal van dichtbij te kunnen zien. Niet één automobilist mopperde op het wachten. Iedereen reed geduldig mee in de langzaam voortkruipende, telkens weer stilstaande file. In de controlekamer, van waaruit onder andere de verlichting en de luchtverversing geregeld werden, heerste de opperste spanning, terwijl beneden in de tunnelbuizen de stroom onafgebroken bleef vloeien. De moeilijkheden werden nog vergroot doordat het merendeel van de auto's in een kringetje ronddraaide, de ene tunnelbuis in en dan weer terug door de andere. De enorme belangstelling van de automobilisten op deze dag bewees op overtuigende wijze het succes van de Velsertunnel.